Goedendag, mijn naam is de Bruine Orrie, ambtenaar op rust. Graag zou ik Fabrice de Sauvage willen bedanken voor de zogenaamde Ice Bucket Challenge nominatie. Ik aanvaard deze uitdaging dan ook, ondanks negatief advies van mijn dokter wegens een opkomende lumbago. Hoewel ik heel wat sympathie heb voor de strijd tegen ALS, zou ik evenwel de aandacht deze keer willen vestigen op de klimaatverandering. De welgekende organisatie Greenpeace kan dan ook op mijn steun rekenen. Ik vond het daarbij ook niet meer dan normaal om voor de gelegenheid mijn beste pak aan te trekken. Dan rest mij nog volgende personen te nomineren. Gerrit Kallewaard uit Bavikoven, deelgemeente van Harelbeke, Pieter Beel en Stijn Geraard. Deze laatste geef ik er nog een uitdaging bij door te stellen dat het moet plaatsvinden in het stadion tijdens een wedstrijd van zijn favoriete voetbalclub, Club Brugge. Dank u wel. Om eventuele klachten voor te zijn wegens slechte positionering, zal ik deze challenge nog eens herhalen, maar nu veel beter. Dank u wel.